zijn kwakken geworden. In het Jan Paul Fijn Zevenhuis. Je blauwe ogen en een gebroken neus. Nee, zeg, had je haar zo toegetakeld? Ja, nee. En dus hij zei, dat is mijn pa. Ik draai me naar een oemstrunkel over zijn foto. Dat heb ik altijd wat gedacht. Tegen niemand niet kon vertellen. Wat? Dan neem ik dus het. Ik ben blij dat je zo verwacht. Maar ik zet die toch geen vraag? Hij zegt iets voor Deo! Naast mij Monique. Vandaag het nieuwe theaterstuk Macho. Het is niet simpel, het was vandaag een zwaar stuk. 2 keer een uur, volle zaal. Wat wil je nog meer? Meer. Wat ik nog meer. Allee, wat ik graag zou hebben, is dat alle zalen vol lopen om naar dit topstuk te komen kijken van Macho. Het is een schitterende rol van Ruud trouwens. Ja, dat is mijn fabel, hè. Ja, dus ik zing die geren. Dus maar die doet dat ook echt fantastisch goed, die Macho. Hij doet de titel Macho echt een grote eer aan. Met andere woorden, je hebt ervan genoten. Ik heb ervan genoten.
Maar het is altijd toch wel leuk samen met jouw echtgenoot op het podium te staan. Hè? Ja. En met jouw dochter en de andere medespelers. Ja, wij voelen elkaar echt aan, ja. Het is één familie. Eén familie, ja. Ik zou zeggen, geniet van deze avond en dank wel voor deze toelichting. En dat is een zinnetje dat ik altijd zeg in het stuk. Ik zit hier niet, ik kan er niks aan doen, ik zit er voor niks tussen. Dat wil ik maar even zeggen. Dat waren mooie en wijze woorden van Nicole Laurent. Ja. Dank je wel. Lenzen in de ogen? Ik heb lenzen in mijn ogen, ja. Okay. En lichtjes ook. Oké. Okay. Ruud, vandaag was het nieuw theaterstuk Macho. Je zit toch wel een macho, hè? Vind je dat? Ongelooflijk, hè. Een voortreffelijke rol heb jij vandaag neergepoot, zo maar zeggen. Dank je wel. Samen met jouw echtgenoten, met Anke en de andere medespelers. Macho, het is wel een geweldig stukje. Het heeft het ongelooflijk goed gedaan. Ik ben heel content met de reacties op een première. Dat is altijd toch zo'n beetje moeilijk. En van meet af aan voelden we dat de lont erin zat en dat alles heel goed marcheerde. En dan wordt het natuurlijk door het publiek mee gestimuleerd om alles te geven wat je nu hebt. Hè. Ja, want het is bijna 2 uur live entertainment geweest. Een volle zaal. Ja. Dat geeft toch wel een voldoening? Dat geeft een kick. Dat geeft een kick. En zeker omdat je je eerste voorstelling speelt, waar dat altijd een beetje aftasten is en afwachten is. En je dan al onmiddellijk zo'n reactie krijgt, dan zeggen we, ja, we zijn klaar voor een heel goede reeks. Waarom moeten de mensen naar dit nieuwe theaterstuk Macho komen kijken? Voor de macho of voor het theaterstuk Macho? Voor het theaterstuk, de mensen moeten komen zien hoe je in 1 uur tijd een macho kunt worden. Want ze maken van mij op 1 uur tijd een macho. En moeten zelf maar oordelen of dat je macho genoeg is natuurlijk. Je hebt ervan genoten. Ik wel. Dank je wel, Ruud de Ridder. Dank je wel. Ja, Anke de Ridder vandaag, Macho, het nieuwe theaterstuk. Het was er wel echt over, hè, Anke? Ja, het is een klucht, hè. Dat is weer... Het is een klucht. Ah, okay. Dat is weer iets helemaal anders dan een blijspel of een komedie. En dan mag je er wel even over gaan. Dat is wel altijd leuk. Was het voor jou een moeilijke rol? Wel, ik speel een dubbelrol, dus dat is heel tof. Ik mag een beetje een seut spelen en dan één met heel veel energie. En dat is wel leuk om zo... Ja, ik probeer in kleine dingetjes... Ja, 2 verschillende personages neer te zetten. Het was vandaag een volle zaal, bomvolle zaal. Dus dat is toch teken dat het Antwerpse theater nog altijd leeft. Hè? Sowieso. Wij blijven knallen en ons papa blijft schrijven en het publiek blijft ons appreciëren. Dus dat is heel tof. Dank je. Waarom moeten de mensen komen kijken naar het Antwerpse theater, naar dit nieuw theaterstuk? Macho is gewoon top. Goed geacteerd. Heel goed geschreven. En een avond vol ontspanning. Oké, dankjewel voor deze toelichting. Dankjewel, Anke de Ridder. Ja.